het is op tijd gestart. Vin Stokkers kan dit duel alsnog beslissen voor NAC. En dat doet hij. Dan kan hij weer komen. En dan kan hij schieten van Michum. En dan kan hij scoren. Heerenveen oefende waardeloos met verlies tegen Vitesse, De Graafschap, Utrecht, Osnabrück en PEC Zwolle. We hebben geen wedstrijd gewonnen. Wat is jouw gevoel over deze voorbereiding? Nou, die is matig geweest. Die is gewoon heel matig. Kijk, daar kunnen we kort of lang over praten, maar dat is gewoon niet goed. Uiteindelijk gaat het erom in de competitie. En wat je in de voorbereiding... Ik heb wel eens met Volendam 6 wedstrijden gewonnen in de voorbereiding. En toen stonden we na 7 wedstrijden op 4 punten. Dus ja, dat is ook niet lekker. Ik ben Joey Veerman, ik ben 21 jaar, ik kom uit Volendam en dit is mijn tweede seizoen bij SC Heerenveen. Iemand die graag aan de bal is, denk wel een goede techniek heeft. Goed overzicht en normaal gesproken ook wel een goaltje en een assist kan maken en geven. Ben je tevreden over jezelf, ook als je kijkt naar vorig jaar? Jawel, ik ben wel tevreden over mezelf, ja. Of ben je misschien jezelf wel... zelfs nog overstijgt? Of? Nee, dat denk ik niet. Je hebt vaker gezegd, ik wist altijd wel dat ik, of tenminste altijd wel, ik wist dat ik dit niveau aankom. Ik denk dat dat ook wel gebleken is. We zijn een lange voorbereiding van 8 weken gestart. In juni volgens mij. De voorbereiding is niet zo heel goed gegaan, maar ik denk wel dat we als team heel veel stappen hebben gemaakt. Conditioneel ook en weer fit zijn geworden na die lange coronatijd. Ja, ik voel me fit. Ik ben Arjen van der Heijden. Ik ben 18 jaar nu. Vorig jaar heb ik op 17-jarige leeftijd mijn debuut gemaakt tegen Heracles. Ik zit al sinds de voetbalschool bij Heerenveen. Sinds de date ben ik echt bij Heerenveen gekomen. Daarvoor zat ik ook nog bij de Heerenveense Boys. Nou, ik ben iemand die graag de actie opzoekt en de voorzet brengt. Die ook graag wel voor de goal komt om een goal te scoren. Die ook wel risico's durft te nemen. En graag ook de spits zoekt. Oh, ik ben Hamdi Akiyobi, 20 jaar. Ik kom uit Rotterdam. Dit is mijn derde seizoen hier. Ik heb vorig seizoen mijn debuut gemaakt tegen Heracles. Ja, hoe was het als Rotterdammer naar Friesland? Een hele grote overstap. Ik denk vooral de omgeving die heel anders is. Maar voor de rest, ja, het voetbal is in principe hetzelfde. Ik ben een speler die echt vanuit zijn hart speelt. Dus ik geef echt altijd 100%. Ik probeer dingen echt voor het team te doen, voor mezelf ook. Ik denk iemand die heel goed kan verdedigen, denk ik. Wat vind je zelf dat jij nog beter in moet worden? De fijne techniek. Dus de aannames en de kwaliteit aanname pasen. Ook tussen de linies spelen als de linksback omhoog gaat en de middenvelder gaat naar buiten. Hoe ik dan tussen de linie positie kies, dat kan nog wel beter. En op korte termijn doelstelling, dus nou ja, laat zeggen over een week of 6. Ja, ik hoop dat ik veel minuten heb gemaakt en hopelijk een paar start 11 gekregen, dat ik in de basis stond. En als ik dat niet stond, dat ik dan inval en dat ik dan ook hopelijk belangrijk kan zijn voor het team door middel van assists of goals. Sowieso dat ik een paar goals heb gemaakt dan. Want dat is in de voorbereiding heb ik geen goal gemaakt. En dat verwijt ik mezelf ook wel. Want ik had er echt wel een paar kunnen maken. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, ik hoop gewoon meer speelminuten te krijgen dan vorig jaar. Dat is echt waar ik op hoop. Maar ik train er ook naartoe. Ik denk, aan het einde van de dag maak de trainer de beslissing. Maar ik moet hem ook echt... laten zien dat ik het echt wil. Het heeft even geduurd, maar we gaan er dan toch eindelijk na 188 dagen weer aan beginnen. Het paasje van Veerman is mooi en de actie van Van der Heijden is ook niet onaardig. Foudenberg krijgt het terug. Nou, blijft hij rustig. Hij blijft rustig en Heerenveen op voorsprong. Een aanval helemaal van achteruit door Joey Veerman ingeleid. Ibrahim Drezovic bij Heerenveen gaat het toch niet halen. Een enkel blessure en dus komt deze man in de ploeg, Hamdi Akiyobi. En die wordt weer keurig binnengekopt. Heerenveen verdubbelt de voorsprong en doet dat via Bogdanovic. Heerenveen oefende waardeloos, maar de eerste wedstrijd die ertoe doet, wordt gewonnen.
ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt sinds ik een klein kind ben hier. En dan mag ik nu mijn basisdebuut maken met een winst en een assist. En dat is heel mooi natuurlijk. Hoe vond je dat het ging, je eigen spel? Ja, wel goed. Maar wel veel lopen, veel arbeid erin gestoken. En ik denk dat ik ook wel acties en voorzet heb gegeven wat mijn taak is. Dus ik denk dat het wel goed ging. Wat voor positie zie je jezelf het liefste terug? Ja, ik heb dus voorbereiding op middenveld gespeeld, verdedigende middenvelder of rechtsback. Dat zijn in principe de twee posities waar ik me een beetje op richt. Wat tactisch kan het wel wat beter. Ik heb in principe best wel veel dingen geleerd hier. Maar ik denk tactisch, voor technisch ben ik ook wel gewoon mee bezig. Vooral dat, wat houdt dat in, tactisch? De manier van staan, wanneer ik moet gaan lopen, of ik moment echt uit moet gaan stappen of echt het duel aan moet gaan of niet. Zulke dingen in principe eigenlijk. Ja, ik denk dat het met die focus en echt die mentaliteit van mij is van ik wil mijn duels nooit verliezen. Maar ik denk, ik moet ook soms een beetje nadenken van is het nodig of niet. Ja, dus het is eigenlijk je goede kant, maar ook verbeteren. Ja, een valkuil kan het ook zijn. Ook bijvoorbeeld buiten de voetbaltrainingen, hoe ben je dan bezig om als prof te leven en ook qua training? Ik ben natuurlijk in het verleden geblesseerd geweest lang. Dus daar heb ik wel wat geleerd over hoe ik mijn lichaam moet behandelen met rekken en met core. Ook met voeding. En na veel trainingen rek ik ook wel veel. En ik doe eigenlijk ook elke dag wel een blokje core. Dus zo probeer ik mijn lichaam zeg maar, tegen blessures te weren. Veerman aan de bal. In die positie daar wil je hem hebben als Heerenveen zijnde. Dan laat hij dat ook gelijk weer zien. Hè? Eventjes balletje buitenkant voet. Van Bergen lanceren. Van Bergen terugtrekken. Veerman klaarleggen. Baptiste Meijer 1-0. Prima doelpunt van Heerenveen. En het begint allemaal weer met Joey Veerman. Baptiste Meijer. Dat is heel listig. Glipte zo tussendoor. Baptiste Meijer. En dit is een strafschop. Joey Veerman. Vanaf 11 meter om Heerenveen op 2-0 te schieten. En dat doet hij uiterst kalm. Om dan na twee wedstrijden met de volle buiten te staan. Dat is toch een goed gevoel. Een reden tot lachen voor Joey Veerman en zijn ploeggenoten. Op maandag is vaak wel pittig. Dus we hebben nu wel een aantal weken dat we minimaal anderhalf uur krachttraining doen. En dan dinsdag en donderdag ook. Dus dat is best wel pittig. Wat het wel duelkracht gaat. En dat weet onze krachttrainer Steven ook wel. Dus hij heeft ook een schema aangepast voor mij gemaakt. Maar in principe qua gewicht, ik ben niet echt iemand die, ik hou niet echt van gewichten. Ik ben in principe iemand die van lichaamsgewicht houdt, maar ik doe het wel gewoon, dat dit is belangrijk. We hebben bijvoorbeeld op de donderdagochtend, als we op zaterdag spelen, een moment onder Nieuw-Noord in onze krachthal, waar we in verschillende groepjes werken. Waar we allemaal verschillende accenten worden aangepakt. Dus niet iedereen doet twee dagen voor de wedstrijd hetzelfde. Sommige jongens die doen wel iets in de kracht, maar sommige jongens doen alleen maar dingen met de bal. Sommige jongens zitten bijvoorbeeld heel veel in core of stabiliteit. Nou, en dat varieert. Onder Nieuw-Noord dan zitten we veel in volleren en volley en jongleren en dat soort vormen. Jongens die in hun technische vaardigheden of in de motoriek daarin wat kunnen verbeteren. In de aanvallers ligt een beetje, omdat ik zelf aanvaller ben geweest natuurlijk, en daar ligt ook wat specialisme. Veerman naar Veerman, die wil klaarleggen. En is dat een overtreding? Ja! En dan is het een strafschop. Veerman achter de bal. Om Heerenveen op het niet geheel verdiende 1-0 voorsprong te schieten. En dat doet hij. Lekker de bal van Joey Veerman. Daar is Van der Heijden. En die krijgt hem er niet in. Ik kreeg wat last van mijn enkel. En toen is er wat onderzoek gedaan. Ja, het ziet er wat ernstiger uit dan het is, maar nu moet ik 10 dagen gewoon zo min mogelijk belasten.
En dan hopelijk dat ik het weer langzaam kan opbouwen naar training en hopelijk weer wedstrijden. Ik speel ook al een wedstrijd met wat pijnstillers, maar toch doorgaan en toen toch wat meer onderzoek gedaan. En toen bleek er wel wat te zitten en dat is nu met rust hoop ik dat het overgaat. Nu ja, is dus de bedoeling dat je rust neemt en dus lig je er een tijdje uit, hè? Ja, ik zit nu 3 dagen in deze softcase en dan moeten tot volgende week, dus in totaal 10 dagen. En dan kan ik er weer uit en dan hopelijk dat ik weer dingen kan opbouwen. Ja, ik vind je nog vrij positief in die stoel zitten, maar ik kan me voorstellen dat je wel ontzettend baalde. Ja, tuurlijk, je baalt wel, want je speelt natuurlijk alles en nu lig je er even uit. Maar het heeft geen nut om denk ik negatief te zijn, want daar kom je geen stap verder mee. Ja, hoe was dat voor jou, in de basis starten, spelen? Ja, dat was natuurlijk een speciaal moment waarvan ik altijd wat altijd mijn grote doel was, wat mijn droom was. En dat kwam nu uit, zeg maar. Dus dat was heel mooi zeker. Dus ja, het ging echt goed, alleen dit hoort er ook bij, hè. Oké, iets feller bewegen. Het is kort en fel. Je maakt 2 knieën even op rechts, 2 op links en dan versnel je even door. Dus het is 1, 2, 1, 2, 1, bent even weg. Let's go. Hop, 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 hop en je go. Goed. En pak weer rust. Het is even 3, 4 passen aanzetten. Nou ja, dit zijn de GPS-units waar de jongens net mee hebben gelopen. En die gaan we eens even uitlezen en verwerken. Op die manier kunnen we de data zo verwerken zoals wij het willen in verschillende periodes. En kunnen we gaan analyseren. Dus dat is eigenlijk het leukste na afloop natuurlijk van zo'n test. Oké, guys, I'm doing it in English for the new guys who never run it. We're gonna do a 6-minute run test. Yeah, we're gonna divide between the poles and we're gonna run laps. Nou, we hebben net natuurlijk de MAST-test gelopen. Dat staat voor maximum aerobic speed. Dus eigenlijk de snelheid die je kan lopen waarbij je niet in de volledige verzuring gaat. Dus dat eigenlijk de arbeid leven met zuurstof, om het zo te zeggen. Dus niet een 10 meter of 20 meter sprint. En dat is een hele belangrijke eigenschap voor voetbalspelers, want dat zorgt ervoor dat je snel kan herstellen van hele explosieve acties. Maar ook dat je een wedstrijd lang vol kan houden. En wat is dan nu jouw grote voordeel hiervan, dat je dit allemaal uit kunt lezen? Nou, je kunt het heel objectief maken. Dus waar je ook heel vaak in de sport, en dat is nog steeds zo, maar ook heel veel dingen op gevoel doet. Kun je ook heel erg zeggen, oké, het leek een hele zware training, maar was het ook een hele zware training? Plus, je kunt veel individueler werken aan de hand van de data. We hebben types in ons elftal die heel explosief zijn. Die ook in de wedstrijd heel veel explosieve acties maken. Ja, dan moeten die het in de week ook terugkrijgen. En dat kun je wel weer aan de hand van de data wel weer terugzien. Van, hey, ja, leveren de trainingen op wat je wil dat het oplevert, zeg maar. Nou, wat je hier ziet is eigenlijk een persoonlijke omgeving. Ik heb hier bijvoorbeeld die van Hamdi, een van onze grotere talenten, waar we ook veel energie in stoppen. Over zijn jaren dat hij nu hier zit, zijn resultaten over de testen. De snelheidstesten, de sprongtesten, maar ook bijvoorbeeld de MAST-testen. Hij heeft hem nu al een stuk of 8 keer gelopen bij ons. En daar zitten wel wat ups en downs in, maar daar zie je wel een trend in dat hij daar beter in wordt. En dat steeds, om het zo te zeggen, meer inhoud gaat krijgen. 3, 2, 1 en rust. Klasse, boys. Nigren nu zelf. En dan is het 2-0. Oh, die valt erin. Veerman op Veerman. En het is 4-0. En nu is er een vroege voorsprong, want Joey Veerman krijgt die bal voor de voeten en haalt heel lekker uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Joey Veerman is er vandoor, die geeft hem voor en Nigren tikt van dichtbij binnen. Heerenveen heeft het allemaal redelijk onder controle zonder grootste voetballen. Daar is de treffer wel, van Congolo. Ja, zeker, na een lange tijd niet gespeeld hebben, mag ik eindelijk weer een minuut maken. En hoe vond je het gaan? Ja, zeker niet slecht. Ik heb een paar keer overheen kunnen komen. Betrokken geweest bij de eerste goal. En
ja, op een paar dingen nou, best wel. Ik vond het best wel positief over mezelf. Je hebt de wedstrijd niet uit kunnen spelen. Ja, wat was er gebeurd? Ik had een moment eerder een kramp gekregen, ging ik door. En echt een paar minuutjes daarna kreeg ik weer kramp. Dus toen dacht ik van nee, ik had er niet voor kunnen forceren. Nee. Is dat dan balen ook op dat moment? Ja en nee, want ik weet wel dat ik echt alles eruit heb gehad. En het was bijna het einde van de wedstrijd, maar natuurlijk wil je 90 minuten spelen. Maar ik denk volgende keer. We zijn hier bij het stadion van Volendam, waar ik mijn debuut heb gemaakt en waar ik mijn hele jeugd gespeeld heb. En nog 3 jaar, 4 jaar in het eerste. Nou ja, hier is het hoofdveld, het stadionveld. Ik denk dat we een mooi stadion hebben. Ja, alleen jammer dat we al een paar jaar geen Eredivisie spelen. Ik heb het altijd heel gezellig gehad hier. Ook met de assistenttrainers en de trainers en de spelers om me heen en de mensen op kantoor. Dus ik heb hier wel fijne gevoelens bij overgehouden. Nou, het waait hier wel vaak, maar niet zo hard als nu. Het is nu wel echt erg. Ja, nou, wat dat betreft wel een beetje hetzelfde als SKW, hè? Ja, daar waait het misschien nogal harder soms. Nou ja, ik ben denk ik belangrijk geweest met mijn assists en met mijn goals de laatste tijd. Dus ik denk dat ik mezelf wel weer verder ontwikkeld heb. Ja. Nou ja, ik maakte een goede goal tegen Topos. Dus dat was dan de eerste veldgoal die ik maak. Alleen vind ik dat ik inderdaad uit de tweede lijn ook meer moet gaan schieten en moet gaan scoren. Alleen die kansen heb ik nog niet heel veel gehad. Ik heb de kans eigenlijk meer gehad om assists te geven dan goals. Veerman op Veerman. En het is 4-0. Joey moet die maakt een stap tussen van ik moet de bal krijgen en ik moet het doen. Naar zeg maar, wat hij nog meer voor het elftal kan betekenen. En hoe hij het elftal nog beter kan laten spelen. Die stap maken. Hij krijgt steeds meer verantwoordelijkheid, gevoel voor het geheel. En dat vind ik echt een hele mooie ontwikkeling. We zien hier wat helden van Volendam. Er is nog een plekje vrij. Ja, er is nog een plekje vrij. Maar ik heb hier 3 jaar gespeeld. En ik heb hier, ik ben hier geen kampioen geworden. Ik heb hier geen 100 goals gemaakt. Of, maar wie weet over 20 jaar dat ik misschien daar kom te hangen. Maar ik denk niet dat ik daar nu kom te hangen, nee. Van Bergen, nee, Veerman, inleveren van Okoye, Batista Meijer. Het zou naar rechts kunnen, het gaat naar rechts. Nygren, Veerman 3-0. Appeltje eitje. En de tandem Nygren-Veerman slaat weer toe. Simpel weer. Nygren gaat diep. Veerman gaat natuurlijk diep. Het is wachten op assistentie. Die blijft vooralsnog uit. Dus Veerman moet het alleen doen. Wat is het toch een spits. Heerenveen heeft 3 punten toegevoegd aan het totaal. Stenks. Slaat een station over. Want zag al ruimte bij Karlsson. Zo wordt het tempo hoger. Wijndal, wat een mooie goal is dit van AZ. Schitterend gevoetbald. Karlsson en 3-0. Het is gedaan in het Abelenza stadion. Daar waar AZ dus zeer overtuigend wint van Heerenveen. Als je nu terugkijkt naar de eerste deel van dit seizoen, afgelopen 6 weken ongeveer. Met wat voor gevoel kijk je terug? Ja, een beetje mixed feelings. Er is niet zo heel veel gebeurd. Ik heb 45 minuten gespeeld tegen Willem II in de competitie. En tegen Topos heb ik ook gespeeld in de beker. Maar in principe, voor de rest heb ik best wel weinig wedstrijden gespeeld. Ook door de corona. Onder 21 competitie ligt daar ook uit. Dus er is niet heel veel veranderd eigenlijk. Hij heeft nu Floranus voor zich staan en op het middenveld, mochten daar problemen zijn, dan heeft hij daar ook gewoon, dan kan hij daar eventueel spelen. Maar heeft hij ook mensen gewoon voor staan die op dit moment gewoon beter zijn. En Hamdi moet er gewoon naartoe groeien. Hamdi komt uit de jeugd, heeft de afgelopen jaar een hele mooie stap vooruit gemaakt. En nu is dan Hamdi
om de volgende stappen weer te maken. Ik vind het een prachtige kerel om in de groep te hebben. Hij is zo bereid en de bereidheid om in zichzelf te investeren. Om alles, elke training eruit te halen wat erin zit. Nou, en gelukkig doet hij dat ook nog naast het voetballen. Dus Hamdi, die komt er wel. Hoe ziet de komende tijd voor jou eruit? Tot nog 7 dagen ga ik in dit gips en zo min mogelijk belasten. En dan kijken hoe ik daaruit kom. En hoop ik dat ik daar zo goed mogelijk uitkom. Dat ik geen pijn meer heb. En dat ik dan weer langzaam eerst met de fietsje op het veld trainen. En dan weer langzaam naar de teamtraining kan toewerken. En dan hoop ik ook weer naar de wedstrijden kan toewerken. Arjen heeft denk ik een hele goede start gehad. En zeker gezien zijn leeftijd en het volhouden van wedstrijden op niveau van de Eredivisie. Dat heeft hij zeker heel aardig gedaan. Maar ja, hij is nu al een tijdje uit. En dat is natuurlijk voor zijn ontwikkeling jammer dat hij deze wedstrijden die we nu bijvoorbeeld tegen AZ hebben gehad, dat hij die niet heeft mee kunnen pakken. Want daar leer je natuurlijk een hoop van. Wat zie jij zelf nog wel weer beter doen voor de komende periode? Nou ja, sowieso wat vaker op doel schieten. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste, denk ik. En ik denk dat ik ook weer eens mijn vrije trappen ga oppakken. Want die zitten er nog niet lekker in de laatste tijd. Ik denk, ik probeer gewoon altijd positief te blijven als er wat gebeurt. Gewoon altijd met de jongens te praten. Ik denk dat het is.